Hey, ik ben hier in Kortrijk. Hier achter mij gaat straks de Creative Talks door. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Vandaag zijn we de laatste dag van het 5 uur avontuur. Het is dan nu ook 5 uur. 4 na 5 om precies te zijn. Ik heb me net omgekleed. Om 5:30 is er een live sessie met Cynthia.nl van Structuur Junkie. En die ga ik meevolgen. Maar voordat de live sessie is, denk ik dat ik eerst nog wat kleren ga opruimen. En die is het weer aantrekken, hè. En tijdens de live sessie ga ik ontbijten. Misschien weer basic make-up doen zoals gisteren. Wie weet. In de ochtend zegt Eveke ook heerlijk. Caroline zegt maandag en dinsdag gingen super lekker. Ik was gewoon vrolijk. De live sessie van Structuur Junkie is net gedaan. Het is nu 6:15. En omdat ik maar mag beginnen met werken om 7 uur, kan ik nu nog even een half uurtje yoga doen. Want ik wist toch niet meer om wanneer ik hem anders nog kon inplannen vandaag. Het is 6:45, yoga practice zit erop, klaar om mijn schoenen terug aan te doen en naar het werk te vertrekken. Hey, doordat ik om 7 uur begonnen met werken, had ik tegen 12 uur 5 uur gewerkt en ik ben om 1 uur naar huis gegaan. Ik heb wel mijn laptop meegenomen naar huis, want er moest vandaag nog iets weg naar een leverancier. Die ik nog niet had binnengekregen, tegen dat ik weg moest, dat ga ik nu even fixen nog. Gewoon zo buiten mijn heren. Mensen denken dat ik enkel werk voor mijn heren, of tijdens mijn heren. Niet. Dit is het bewijs van niet. Dit is mijn leven. Zo, dat is opgelost. Nu ga ik me klaarmaken om naar Kortrijk te gaan. Vanavond is de Creative Talk. En ik denk dat ik basis make-up ga doen. En dat ik dan stilletjes aan in mijn auto ga springen. Want het kan druk zijn op de baan, aangezien dat nu tijd is dat iedereen klaar is met werken en zo van die dingen. En ik ging gisteren eerst een kaartje in de bus steken bij een vriendin. Toen was ik het vergeten, ik ging het vandaag dan doen. Mijn zus had me dringend nodig, dus ik kon niet meer langs daar passeren. Wanneer ga ik het nu doen? Misschien nu? Als ik naar Kortrijk rijd. Net mijn make-up gedaan. Mijn haar valt trouwens echt goed in de staart vandaag. Nu ga ik me klaarmaken. Wat moet ik nog meer hebben? Iets om te schrijven. En Ik ga nog even mijn kalender openmaken. Mijn adventskalender. Maar ik heb het gevoel dat er iets voor het eten in zit. En dat zou wel handig zijn als ik dat kan meedoen. Vandaag zijn we vakje 20. Wie trouwens niet wist op mijn kanaal. Mijn ouders en mijn zus hebben deze kalender gemaakt voor mij. Omdat ik het beu was om superveel geld uit te geven. Een kalender waarvan je de helft toch wegsmijt. Ah, merci chills. Dat zijn zo van die koffiesmaak. Echt super. Super lekker. We gaan niet lang mee vandaag. Normaal heb ik een dopperwaterfles. Maar hij is momenteel in de vaatwas. 2 zakken voor als ik nog iets van shoppen doe. Hey, ik ben hier in Kortrijk. Hier achter mij gaat straks de Creative Talks door. Ik zei dat het was om 8:30 was. Om 6:30 was en ik dacht dat het 6 uur was. Dus ik ga eerst nog kijken voor iets te eten. Ik vond niet meteen eten, dus ik heb gewoon iets gaan halen bij de Carrefour.
nu 8 uur, tijd voor thuis, maar ik ben in Kortrijk. Ik heb net de lezing geluisterd van de creator achter Ugly Belgium Houses. En nu heeft hij een content creator platform en het videomarketing bedrijf Wonderbar. Die onder andere videocontent maakt voor het dansstudio Sarah. Die ook filmpjes heeft gemaakt voor thuis. Die de dansserie van dansstudio Sarah heeft gefilmd. Nog veel meer. Dit is mijn sticker. Dit is een avond ter voordele van de kliniekoters of zoiets. Ik weet niet of ik het juist zeg. Het is namelijk een organisatie die langdurige zieke kindjes leert programmeren op een heel leuke manier. Voor de warmste week ook uiteraard. En het is hier in de Makerspace aan de Boeddha-fabriek in Kortrijk. En er zijn nog veel meer workshops, allemaal georganiseerd door lieve Scherre en zijn team. Nu is het even pauze, straks zijn er nog 2 talks. Maar ik dacht, ik ga even een luchtje scheppen. Ik ga misschien ook mijn mandarijntje opeten. Ik ben hier alleen, dus ik heb niet zoveel gezelschap vanavond. Ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik zie hier buiten ook een gekke vuilbak, dus ik kan mijn mandarijn is heel handig in mijn rugzak dumpen. Ik moet eerlijk bekennen dat het ook moeilijk gaat zijn vanavond nog, want ja, ik ben heel de week om 9 uur gaan slapen. Vanavond om 10 uur, omdat ik al heel de week opsta om 5 uur. En tegen dat ik thuis ben gaat het waarschijnlijk 11:30 zijn, 12 uur. En dan ben ik eigenlijk al bijna volledig. Dan ben ik 21 uur wakker of zo. Dus dat is wel lang. En ik ben vanmorgen om 4:15 kwart voor vijf opgestaan. Om 5 uur die live sessie te doen. Het zit trouwens een hele leuke krullen, maar gelukkig is het 5 uur avontuur morgen afgelopen, dus kan ik lekker uitslapen. Yes! En het klinkt nu misschien alsof ik 5 uur avontuur echt verschrikkelijk vond, maar ik vond het eigenlijk echt heel erg leuk om te doen deze week. Super productief gewerkt en het voelde niet eens als midden in de dag opstaan. Zo awkwardness check. De eerste voor de buit en de eerste na de pauze terug. Soms ben ik echt zo verlegen. Ik had echt een boek moeten meegeven. Voor deze momenten. Alles is nu iets voor 10. Ik ben net in mijn auto gestapt. En ik ben in de workshop, allee, de lezingen waren ook net klaar. Als ik eerlijk moet zijn, vond ik de eerste 2 het interessant, omdat die dichtst bij mijn leefwereld lagen. Die gingen echt over het creëren van online content. Maar dan ook over de aanwezigheid op verschillende social media. De derde was van iemand die echt zot de illustraties maakt. En die ook al verschillende affiches heeft ontworpen voor muziekfestivals. Maar dan niet echt in mijn genre muziekfestivals. Maar was wel ook heel grappig in zijn talk. Ik weet niet of dat zijn bedoeling was, maar het kwam er gewoon grappig uit. En de vierde was iemand die wat een beetje van alles heeft gedaan. Hij doet beeld, hij doet websites, hij doet een beetje van alles. Maar het leukste is dat hij ook werkt voor thuis. Of voor thuis. Hij heeft ook de videoserie van Lang Zullen We Leven gemaakt. En om terug te koppelen op thuis, weet je wat dat hij in thuis doet? Hij maakt de labels van de wijn van Kobe in thuis, maar ook zo'n scherm die je ziet als je in de wijngaard bent. Met daarop Stevenson. Ik ga nu nog eventjes drinken. Dit is trouwens een flesje die ik
al een paar keer heb herbruikt omdat mijn dopper in de vaatwas lag. En dan ga ik naar huis rijden. Jammer genoeg niet meer met de M&M top 1000, de Q-Music top 1000 of de favoriete 1000 van Q-Music. Want die is afgelopen op het moment dat ik niet meer in de auto zat. Het is trouwens niet zo heel druk in de zaal en volgens mij was ik van een van de verste. Van degene die naar de taart kwam luisteren. En ik heb vluchtig lieve scheren gezien. In het echt. Heel vluchtig. Wie is zoals ik? Eigenlijk moet je gaan slapen, maar ik kijk liever TikTok. Hey, het is nu 10:45 en ik ga slapen. Ik denk dat ik mijn wekker rond 7:30 ga zetten, want morgen moet ik om 8:30 naar de voedingsconsulente. Dus ja, ik wil echt nog heel graag gewoon voor de feestdagen een afspraak met haar, omdat de feestdagen gewoon een moeilijke tijd zijn. Oké, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!